De Zuidplaspolder. Hier gaat de komende 20 jaar veel veranderen. Er komt in het midden van Zuidplas een geheel nieuw dorp met 8000 woningen. In deze zesdelige serie brengen we in beeld wat deze plannen betekenen. In dit deel laten we zien welke uitdagingen en kansen er zijn op het gebied van openbare veiligheid. We vragen aan inwoners uit Moerkapelle hoe veilig zij zich eigenlijk voelen in een groeiende gemeente zoals Zuidplas. Ik kom zelf uit Scheveningen, dus in Moerkapelle voel ik me wel veilig, ja. Ik heb niet het idee dat ik hier s'avonds als ik over straat loop heel erg moet opletten. Ofzo. Ik heb twee keer ingebroken, één keer een poging. Maar ik heb een goede waakse hond. Toen had ik die waakse hond nog niet. Ja, ik voel me heel veilig hier in ieder geval. Dus, want ik kom oorspronkelijk uit Zoetermeer. En ja, als je dan in een dorp komt, dan voel je wel snel veiliger eigenlijk. Oh. Dus ik denk dat de mensen die hier wonen goed voor zichzelf, of nou, voor elkaar zorgen, zeg maar. En dat ze ook delen als er iets gebeurt waar ze misschien achterdocht van hebben of zo. Dus, ja. Ons kent ons, dus je houdt elkaar in de gaten. Dat vind ik tenminste, maar ik ben een echte Moerkapellenaar, dus dat... Uit statistieken blijkt dat Zuidplas steeds meer last heeft van digitale criminaliteit en jeugdoverlast. Door corona werden er juist minder woninginbraken gepleegd. We vragen in Nieuwekerk bij Hitland aan voorbijgangers hoe veilig zij zich voelen in hun omgeving. Ik woon mijn hele leven al hier. Er zijn genoeg dingen waar ik wat op aan te merken heb, maar met de veiligheid heb ik geen enkel probleem, gelukkig. Ik heb er nooit mee te maken gehad. Ja, als ik in Zuidplas kom, dan voel ik mij wel veilig. Ik heb daar eigenlijk geen problemen mee. Behoorlijk veilig. Ja, ik kan niet anders zeggen. Nee. En op het winkelcentrum, en ik wandel hier met name in Hitland heel erg veel. Ja, het is heerlijk. Ik voel me eigenlijk heel goed hier. Inwoners willen graag dat Zuidplas veilig blijft. Welke uitdagingen zien de hulpdiensten eigenlijk bij de groei in Zuidplas? Wij vragen aan Arjan van de Watering van de Veiligheidsregio hoe de brandweerinzet in het vijfde dorp eruit moet gaan zien. Nou, dat is nog een best wel een lastige. We proberen in zo'n vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn bij de plannen van de gemeente. Zowel op risicobeheersingsvlak, dus wat betekent dat voor hoe kunnen brandweervoertuigen daar komen en hoe lang duurt het voordat brandweervoertuigen daar te plaatsen zijn. Dat is het eerste. En als dat bekend is, kunnen wij daarin anticiperen of een korps uit Gouda, uit Zevenhuizen, uit Nieuwekerk of misschien wel uit elders vandaan moet komen om bij het vijfde dorp op tijd te plaatsen zijn. Dat kan ook vanuit onze buurregio zijn, als bijvoorbeeld een post in Nesselanden of vanuit Rotterdam. Dus we kijken naar de tijden, we kijken naar de aanrijdtijden en dan bepalen we hoe dat zit met onze vrijwilligers. Naast de brandweer heeft ook de politie uitdagingen in het groeiende gebied van Zuidplas en Waddinxveen. Zo wordt het aantal politieagenten binnenkort bepaald op basis van het huidige inwoneraantal voor de komende jaren. De burgemeester en politiechef hebben aangegeven dat zij erop inzetten om meer politiecapaciteit beschikbaar te krijgen voor het snel groeiende gebied. Of de groei van Zuidplas ook moet resulteren in een eigen politiebureau in het nieuwe dorp, vragen we aan raadslid Benno de Ruiter van het CDA. Dat daar in de voorzieningen past een politiebureau, dan moeten we er zeker naar kijken. Ik heb ook al een keer even geleden gezegd, en volgens mij ook bij jou voor de camera, dat wij heel erg gepleit hebben voor een politiebureau, maar dat we nu ook zien dat een stapel stenen op zich niet per definitie meewerkt aan het vergroten van de veiligheid. Het gaat over de aanrijdtijden, dus hoe moeten we die kunnen versnellen? En als daar oplossingen voor zijn en ook middelen voor zijn, dan moeten we dat zeker in gaan zetten in het vijfde dorp. En tegelijkertijd moeten we er ook voor waken dat de capaciteit bijvoorbeeld van de wijkagent, die groeit mee met het aantal inwoners. Dat we daar wel even scherp op zitten, want de capaciteit van de politie is natuurlijk al niet heel erg ruim en groot. Dus als we dan gaan vergroten, moeten we niet zorgen dat veiligheid als laatste erachteraan komt. Dat moeten we zeker aan de voorkant al geregeld hebben. Naast veiligheid is ook parkeren een belangrijk punt bij de groei van het aantal inwoners. Waar in veel bestaande wijken van Zuidplas de parkeerdruk toeneemt, moeten inwoners van het vijfde dorp vooral op eigen grond parkeren. Ook wordt er sterk ingezet op het gebruik van deelauto's, OV en fiets om de parkeerdruk te verminderen. Nieuwe woningen kunnen ook voor parkeerdrukte in bestaande wijken zorgen. We vragen aan Wilma Hertog, beheerder van Op Moer, of de parkeerdrukte is toegenomen met de komst van een nieuwe woonwijk. Op zich valt dat wel mee, maar we merken wel dat de nieuwe wijk erbij is. Daardoor heel veel mensen hier aan de zijkanten parkeren. En dat we de oude Reobotschool hebben, waar de mensen niet meer daar mogen parkeren, maar ook allemaal hier parkeren.
Dus als wij een evenement hebben, hebben we toch wel lichtelijke problemen. Dat is best wel vervelend. Veiligheid en parkeren zijn onderwerpen die leven in Zuidplas. Inwoners voelen zich meestal wel veilig in Zuidplas, maar vinden dat de groei moet betekenen dat brandweer, politie en handhaving ook meegroeien. Ook het aantal parkeerplekken moet meegroeien met de groei van Zuidplas. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren met de ambitieuze plannen op het gebied van vervoer in het vijfde dorp, blijft de vraag.